erin kijken? Ja, laat mij kijken. Ik kijk even zo. Goedemiddag, ik ben hier op de dag van de crypto in de RAI te Amsterdam. En tijdens lunch ontmoet ik... Frans Dieker. Frans, in welke hoedanigheid ben jij hier vandaag? Ik ben zeer geïnteresseerd in de achterliggende know-how en technieken die via blockchain op de markt komen. Je komt oorspronkelijk niet uit deze hoek, begrijp ik? Ik kom uit de kledingindustrie met name. En wat is jouw plan nu met de blockchain? Mijn plan met de blockchain is eigenlijk heel duidelijk. Dat ik geloof zo sterk in die achterliggende technologieën voor bedrijven als bijvoorbeeld Wolters Kluwer en de Reed Elsevier Groep. Dat die hun eigen chain, hun eigen blockchain ontwikkelen. Vanwege het feit dat zij wereldwijd nu al een uitstekend platform hebben. Dat zeer kostenverlagend zal gaan werken, waardoor hun winstpotentie enorm zal toenemen. En ik ben ervan overtuigd wat nu gebeurd is met de chain van Kodak, waarvan de koers dus de afgelopen periode ook enorm gestegen is. Ja, want Kodak heeft zijn eigen coin uitgegeven, hè, om de rechten op foto's te regelen. Correct. En daar heeft de markt dermate positief op gereageerd, dat ik denk dat dat een compleet nieuwe ontwikkeling zal zijn voor bestaande, eigenlijk ouderwets, zoals wij dat noemen, bestuurde organisaties als bijvoorbeeld Wolters Kluwer of Reed Elsevier. Dus het is een extra reden voor bedrijven om de blockchain toe te passen, hè? Omdat ze daarmee hun kosten kunnen verlagen, waarmee hun beurswaarde en hun winst zal stijgen. Want u bent van nature een belegger van de oude wereld. Ik ben absoluut een belegger van de oude wereld. Door Bustelberg Effectenkantoor ben ik in aanraking gekomen met de biotech die heden ten dagen zo uitstekend floreert. Maar ik blijf dat nog steeds de oude economie en de oude waardes noemen. Want als ik het goed begrijp, dan koerst u op een soort U-bochtconstructie. U probeert er via de blockchain en via evenementen als deze achter te komen welke bedrijven iets met die blockchain gaan doen, zodat u ook uw oude aandelen in waarde gaan stijgen. Correct. Zo zie ik dat helemaal. En zeker met het oog op de toekomst, waar we de kostenverlagingen uitsluitend via dit soort activiteiten volgens mij kunnen waarmaken, zal de winstgevendheid van de bedrijven toenemen door gebruik te maken van dit soort technologieën. Dus u staat een beetje op de drempel van de oude naar de nieuwe wereld. Ja. Maar gaat u ook investeren in cryptocurrencies? Ik doe via IEX, waar ik lid van ben geworden, wat me uitstekend bevalt overigens, doe ik inderdaad iets in de bitcoin. Maar uitsluitend en alleen om te volgen wat er nou gebeurt. Ja, ja. Maar dat is ook mijn ervaring. Als je ergens van wil weten hoe het functioneert, om er wat gevoel voor te krijgen, dan moet je het zelf ook doen. Ja, dat is juist. Dus u heeft een bitcoinrekening of u handelt in bitcoins? Ik heb een bitcoinrekening. Ik handel nou. Programma's zometeen verder in de breakout room en in de plenary room. Ik handel dus nu ook via de site of via Bitcoin Money. Bit My Money. Bit My Money, dank u wel. Daar handel ik dus op. En koop en verkoop. Ja, ja. Om in ieder geval de techniek wel onder controle te krijgen. En denkt u dat u ook nog andere coins gaat kopen? Ik ben zeer teleurgesteld in het feit dat er wel nu beleggingsfondsen geopend zijn. Maar de inleg van 100.000 euro staat me dus niet zo aan. Dat vind ik iets aan de hoge kant. Maar je kunt toch ook wel beleggen in fondsen met minder? Ik heb ze nog niet kunnen ontdekken. Dus misschien dat ik het dan vandaag of vanmiddag nog kan horen. Dat vanaf 10.000 euro, 5.000 of 10.000 euro, dan heb ik een andere mening. Oké. Nou, volgens mij zijn ze er. Ik zal ze u na de uitzending wel even
ja, graag. Vertellen. Anders maak ik misschien te veel reclame en dan worden we uit de lucht gehaald. Maar nee, ik vind het interessant dat u dit doet. En ik begrijp dat u dit jaar ook afscheid neemt van confectie. Ja, inderdaad. Ik zit 50 jaar in het confectievak. 50 jaar. En ik heb de kinderen en mijn vrouw eigenlijk altijd beloofd, als je dan 50 jaar in het vak zit, dan moeten jullie me waarschuwen. Dan moet ik stoppen. Ja, en dat gaan we doen. Ja. Dus we gaan u meer zien, maar dan hoop ik niet dat u 10 keer per dag op uw telefoon gaat kijken hoe de bitcoinkoers is. Nee, dat is niet helemaal de bedoeling. Wij houden, mijn vrouw en ik houden nogal erg van Zuid-Europa. We gaan als eerste naar de Laars van Italië, dan gaan we weer naar Forte di Marmi. En zo maken we de reisjes wel vol, denk ik. Maar ik wil wel het helemaal blijven volgen, eigenlijk dagelijks, hoe de economische en financiële situatie in de wereld zich verder ontwikkelt. Ik wens u nog vele mooie dagen en jaren. U wordt bedankt. Dank u.